Hallo en welkom bij Pulse Model 20 Stuff. Deze kennen jullie wel. Dit is het vervolg op de anti-slipbandjes. Hier zit er eentje op. Er zaten er meer op, maar ze lopen eraf. En ik heb daar nu wat voor. En daar gaan we eens even mee aan de gang. Via wat fora, links en rechts, hoorde ik van Bullfrog Snot. En dat klinkt net zo goed als dat het is. Soms kom ik wel eens tweedehands treinen tegen. Soms kom ik als tweedehands treinen tegen met groene aanslag op de wielen. En in feite is dat Bullfrog Snot. En het geleidt geen elektriciteit, dus het is echt als een anti-slipband. Dus je kunt het niet zomaar erop smeren. Je zult even moeten kijken welke wielen, maar het maakt dus de wielen ontzettend stroef. En dat is precies wat nodig is. Even kijken. Ik wil de motor gewoon gaan laten draaien. Want om dit aan te brengen moet de motor op een constante snelheid draaien. Om dat te doen haal ik even de decoder los, want ik hang hem direct aan een transformator met wat klemmetjes. Zo, dat is makkelijker voor mij dan proberen een goede verbinding te hebben met een decoder en dan een snelheid in te stellen. Dit is gewoon stroom erop, klaar. Dit zijn de pinnen van de motor, zo, en nou hoop ik dat als ik hem neerleg, ze blijven zitten. Ik haal dus de decoder los omdat ik geen zin heb in stroom dat vanuit de motor de decoder in loopt en gekke dingen daar gaan doen. Zeker omdat hier dus een lees-DCC op zit, waarvan je sowieso niet weet wat ze gaan doen. Zo draaien de wielen lekker rustig. Eén wiel draait een beetje raar, zie ik. Het is op waterbasis en het potje zit weer goed vast. Zo, groene smurrie. De bedoeling is dat je dit rustig aanbrengt op de wielen en ze laat draaien tot het opdroogt. Ik denk dat ik even kijken. Ze draait die kant op. Ze begint met dit wiel. Wow, daar komt een heleboel rotzooi. Maar rotzooi wil ik er niet bij hebben. Zo. Gewoon een dun laagje erop. Ik zie dat het nu ook een beetje op het plastic terecht gekomen is. Zien we hoe dat gaat gebeuren, wat daarmee gaat gebeuren. Hier nog een beetje op. En dat zou betekenen dat ik nu op twee wielen al anti-slip heb zitten als dit opdroogt. Je kunt hier laagjes mee opbouwen. En al deze laagjes gaan er dan daarmee kun je ook, zeg maar, als je een wiel hebt wat een groef heeft voor een anti-slipband, kun je in feite vullen met dit spul. Maar in dat geval zoek ik er liever een anti-slipband bij. Hier is nu wel heel veel zooi. Zo.
goed. En nu is het een kwestie van laten drogen. En het potje weer dicht krijgen en dan hopelijk op zo'n manier dat ik het nog ooit open krijg. Ik vind dat dit wel echt een puinhoop geworden is. Maar dat wiel lijkt ook een beetje scheef te zitten. Daar zal vast een keer iets misgegaan zijn. Ik ga hem even lekker rustig laten drogen. Inmiddels is het bij alle wielen, behalve deze, goed opgedroogd. Deze laat ik nog even drogen. En dan, dit is het ook. Het is een kwestie van op de baan zetten. Het is nu een soort van rubber wat hierop zit. En dat zorgt ervoor dat die wielen veel meer grip hebben. En ik kan het helaas nu niet demonstreren, want het is weer zomer en mijn baan is weer een rommel. En dit is mijn werklok, dus deze gaat nog een keer tevoorschijn komen en dan hoop ik eraan te denken. Ik heb hier één locomotief al mee getest en dat maakt een zeker verschil. Dus ik ga hem aansluiten en ik ga jullie bedanken voor het kijken en ik hoop jullie snel weer te zien.